het Corso van Vollenhoven. Ja, het Corso gaat nu echt beginnen. Achter mij zit hier de 28e Dalia-koningin van Vollenhoven, Josien Dikken. En daarachter rijdt traditietaal de Vollenhoofse fanfare die het Corso openen. Corso opent is geniaal. Geniaal won vorig jaar nog de aanmoedigingsprijs en doet dit jaar voor het eerst mee met het echte grote Corso. Hun ontwerp is Goudgrijp, de bank uit de wereld van Harry Potter. En de bank wordt gerund door gemene koolbloden. We gaan het zien, geniaal met Goudgrijp. We zijn nu aangekomen bij de derde wagen van het parcours. Die rijdt hier al de straten binnen van Vollenhoven. Het regent een klein beetje, maar dat gaat de pret echt niet drukken vandaag. Chakan, vorig jaar verrassend ereprijs met Waterloo, bouwt dit jaar metamorfose. Een metamorfose van een bij naar een vlinder en vervolgens uiteindelijk naar een vogel. Zullen ze dit jaar ook weer de grootmachten Stark Wark en Nemelus achter zich kunnen laten? En nog een leuk feitje, Chakan is een van de weinige wagenbouwgroepen die nog bloemen plant.
geplakt. De rest wordt allemaal geprikt. We gaan kijken of het er dan ook bijvoorbeeld mooier uitziet. Heel benieuwd naar Chakan met Metamorfose. Aan Filmao. Vorig jaar waren ze 11e met Versnipperd. Eens even kijken wat ze dit jaar hebben gebouwd. Ze bouwen Mano del Deseo, Hand van Verlangen. Laten we eens even kijken. Van de wagenbouwersgroep Excellent. En Excellent bouwt dit jaar Fuku, een kogelvis. En een kogelvis is een vis die als hij schrikt zichzelf opblaast. En Excellent doet dit door figuranten in de wagen te plaatsen die dan de vis naar buiten duwen. We gaan het allemaal zien met Excellent en Fuku. We zien alweer de zesde wagen van dit parcours. En dat is Klein Cuba.
Klein Cubo won vorig jaar de 10e plaats met hun creatie Jump. Dit jaar maken zij Overwoekerd. Eens kijken wat Klein Cubo er dit jaar van heeft gemaakt. Nou, hoe heet jij? Narayni. Zeg het toch eens. Narayni. Oh, mooie naam. Wat vind je van het corso tot nu toe? Leuk. Leuk? Had je ook een favoriete wagen? Ja, dat is van de apen en de honden. Welke? De apen en de honden. De apen en de honden. Oké, nou, veel plezier nog, hè? Mevrouw, waar komt u vandaan? Hier vandaan. Uit Vollenhoven. En uw meneer ook? Munnikebuen. Dat is nogal een stukje weg, of niet? Friesland. Kijk. En wat vonden jullie van het corso tot nu toe? Ja, het is weer goed verzorgd. Ja, goed verzorgd. Mooi. Geen makement. Nee, gaat goed hè, dit jaar. Ja, ja. En ja. Welke wagen is jullie favoriet? Weet u dat ook, mevrouw? Welke wagen? Nou, welke wagen? Dat vond ik mooi. We hebben het eerst op onze inlaat bereiken. En deze route, de tweede keer, dan zeggen we die wagen. U weet nog niet welke wagen. U gaat nog de tweede ronde kijken. Okay. Veel plezier, hè? Na Klein Cuba gaan we over naar Nemelus. En dit jaar hebben ze een heel spannend onderwerp. Namelijk zwarte dood. Het klinkt al heel erg eng. Het ziet er hier ook heel erg eng uit. Het gaat niet helemaal goed hier achter mij. Laten we eens even kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Ze zeggen zelf dat ze een kleinere wagen hebben gebouwd dit jaar. Ze hebben 3 jaar lang groot gebouwd. Dit jaar doen ze het iets rustiger aan. De aankomende jaren ook. Kijken als we dat uit gaat maken voor de klassering. Wie weet. Nameless met zwarte dood. Door met meteen weer een grote wagen erachteraan. Starkwark. Starkwark, die heeft al 11 keer de
prijs gehaald. Dus iedereen, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Corso Netwerk heeft zelfs ze voorspeld als ereprijs dit jaar. Wie weet komen ze weer terug op de eerste plek. Vorig jaar waren ze de derde. Wie weet nu weer terug helemaal aan de top. Ze hebben dit jaar ook een jubileumwagen. Ze bestaan 26 jaar, alleen ze hebben één jaar niet meegedaan. Dus dit is eigenlijk de 25e wagen die ze bouwen. Het heet Pronkstuk, dus vandaar waarschijnlijk Pronkstuk jubileumjaar. Laten we eens even kijken wat ze dit jaar voor ons in petto hebben. Rotterplan met Sons de la Mer, oftewel klanken van de zee. Wordt zwart als een wagen met veel boten. We gaan het zien, Rotterplan, Sons de la Mer. Fenomenaal. Dit is alweer de 9e wagen voor Fenomenaal. En dit jaar bouwen zij Moai. Moai zijn de levensgrote standbeelden op Paaseiland, die ook voor een enorme toeristenstroom hebben gezorgd naar het land. Maar deze toeristenstroom heeft ook een keerzijde. En dit alles zitten we hier op de wagen achter mij. Moai van Fenomenaal. Thank you.
Welke wagenbaggroep is dit? Dit is Twee Nijenhuizen. Iedereen was heel erg benieuwd naar hoe dit zou gaan worden. Ze bouwen dit jaar in balans. Dus laten we eens even kijken hoe erg ze in balans zijn dit jaar. Tintin met verscholen. De zon die breekt zelfs door. Dus dit corso is weer geslaagd. Ik ga snel aan de kant voor Tintin. Tessa, wat vond je ervan? Ja, het was weer een geweldig corso. Elk jaar wordt het weer beter. Ja, wat ik zei, we sluiten af met zon. En er komt nog een ronde. Dus we gaan genieten zo meteen weer verder. Achter ons komt de laatste wagen. Vetel met reukspoor. Tot volgend jaar. Thank you.